Christophe, ik ga eerst een paar vragen stellen aan jou en dan gaan we onze prominente leden van ons panel op het podium roepen. Maar een heel evidente vraag die je eigenlijk niet beantwoord hebt, denk ik. Je zei, ik heb zelf gekozen voor Fuck de zijlijn als titel, maar wat bedoel je met die titel? De meeste mensen denken dat dat een sollicitatie is voor een ministerpost. Ja, dat dacht ik ook eigenlijk. Maar... En dat is niet zo, ook omdat het dwaas zou zijn om te solliciteren voor een ministerpost. Het is vooral dat pleidooi voor politiek. Het is vooral eigenlijk wat Cathy Lindekes voor mij gedaan heeft en wat eigenlijk ook Mieke gedaan heeft in haar antwoorden op mijn brieven als prille tiener. Cathy Lindekes schreef een mooi kaartje om te zeggen, Christophe, engageer u. Dat was toen Vlaams Parlement voor SPA. Mieke stuurde een programma van 300 pagina's. En dus... Dat pleidooi voor politiek is eigenlijk Fuck de zijlijn. Om het op het terrein te komen, op het politieke terrein te komen, omdat met heel veel respect voor mensen die zich engageren in het middenveld, in de academische wereld, het is in de politiek, het is via politieke partijen dat de echte verandering zal plaatsvinden. Dat klopt, maar dan zou ik meteen ook zeggen, het is in de meerderheid dat gebeurt. Hè. We hebben hier twee ex-minister-presidenten en nog een Vlaamse minister, maar wel allemaal niet van groen. Ja, maar dat kan nog komen, hè. Oké, maar dat is meteen dan mijn volgende vraag. Twee dingen daarover. Nee, maar het is toch gestraft voor iemand van Groen om te zeggen Fuck de zijlijn, maar het staat wel al lang langs de zijlijn. Nee, omdat het in de eerste plaats een pleidooi is voor politiek. Ja. En twee, ook in de oppositie hebben wij impact. Ik denk dat we dat elke dag opnieuw bewijzen in het federaal parlement en in het Vlaams parlement. Kijk naar de voorbije week waarin we met de partij ook dat mobiliteitsbudget echt op de agenda plaatsen. En drie... Ik word er eerlijk gezegd, maar ik neem het jou niet kwalijk, want ik heb jou daar te graag voor, een beetje zenuwachtig van het feit dat een groene politicus elke keer de vraag krijgt, zeg, willen jullie mee besturen? Duh! We besturen steden en gemeenten sinds 1994. Wij zijn lid geweest van de laatste echte dynamische regering die dit land heeft gehad, de paarsgroene regering. Dus wij zijn nooit een zweeppartij geweest en wij zullen dat ook nooit worden. Ze is dynamisch geëindigd, dat klopt. Maar... Ja. Christophe... Dat vroeg ik mij dan ook af. Waar wilt je eigenlijk eindigen? Je hebt iets van een preker, vind ik. Als ik je bezig zag hier op het podium, zo een beetje... Het is goed niet, Erik. Die 10 minuten belediging zijn bezig. Maar denk wel dat dat een vraag is die veel mensen zich hier stellen. Van waar gaat die gast... Waar mikt hij op? Waar droomt hij van? Ik zou heel graag baas zijn van Newsmonkey. Dat wel. Nee, maar ik hoop nog wel een tijdje met dezelfde goesting aan politiek te doen. Ik heb het daarnet nog gezegd tegen Jeff. Als ik niet meer met evenveel passie aan politiek doe, vertel het mij. En dat is mijn belangrijkste ambitie. En vandaag is dat als fractieleider, morgen is dat misschien als iets anders. Ik heb het ook gedaan als jongerenvoorzitter en dat is voor mij het allerbelangrijkste. En wat ook buiten kijf staat, is dat ik in mijn leven nog veel andere dingen wil doen dan politiek. Ja, je zei het daarnet, je wou nog ondernemer worden. Heb je al een business idee? Nee, en als ik er een goeie zou hebben, zou ik dat ook niet verklappen voor een volle zaal. Het is vooral zo, ik zeg het ook in mijn boek, een loopbaan die mij fascineert en die ik perfect zou willen overnemen, is die van Patrick Janssens. Academische wereld, reclame, politiek en dan nu een voetbalclub mogen leiden. Dus ik wil nog veel dingen doen. En ondernemen is daar één iets van. En het verbaast me ook een klein beetje... Jij stelt de vraag nu niet, maar ik heb de vraag de voorbije dagen wel veel gekregen. Jan de Groene die schrijft over ondernemen. Mm-hmm. Very sorry, de dag dat ondernemerschap iets is van rechtse partijen en conservatieve partijen, dan hebben we pas echt een probleem. Dus er zit heel veel liefde voor ondernemerschap in dit boek. Bijvoorbeeld een heel sterke aanklacht tegen Uplace, waar heel veel winkeliers in deze stad zich zorgen over maken. Een verlaging van lasten op arbeid, heel veel vereenvoudiging. Dus ik denk dat wij mogen zeggen dat we eigenlijk ook wel een partij, een ondernemerspartij zijn. Er staat op het einde van je boek een hele lijst, ik denk 75 voorstellen, allemaal vernieuwende voorstellen. Noem er nu eens één waar je eigenlijk het meest trots op bent, of het meest creatieve van die 75. Oh, ik vind ze alle 75 wel redelijk goed. Bescheidenheid, hè, dat is belangrijk. Nee, want er gaan er ook trouwens nog geschrapt worden. Dan moet je ook dat nog vertellen. Ik ga nu op tour. Het is papier, hè, Christophe? Nee. Maar dus, er komt, mijn stiekem droom is dat er een tweede versie komt van dit boek, gestoffeerd door alle gesprekken. Onder andere dit gesprek en het debat van straks. Maar ook de vele gesprekken die ik ga hebben. Dus er gaan er ook nog sneuvelen en er gaan er nog bij komen.
Het meest fundamentele, als het toch gaat over het hier en nu, is onze fiscale hervorming. Is de lagere lasten op arbeid en de eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Goed, omdat ik denk dat... Dat is niet het meest creatieve voorstel. Het is niet het meest creatieve, maar het is wel mijn overtuiging dat je dit land alleen maar kan hervormen als je de fiscaliteit van dit land hervormt. En het meest creatieve... ik heb er een punt van gemaakt om geen, denk ik, zotte dingen te schrijven, om niet de hemel fietsen. Ik denk dat er in het hoofdstuk democratische vernieuwing een aantal pittige dingen zitten. Bijvoorbeeld het signaal om blanco stemmen te vertalen in lege zitjes. Ja, dat vond ik ook straffen. Ja, dat is... Meen je dat echt? Wil je dan een half rond met dan 10% lege zitjes? 50% groene, 20% lege zitjes en dan nog een beetje van de rest. Nee, dat zou ook saai zijn. Nee, maar die blanco zitjes zit helemaal in de filosofie van we moeten mensen overtuigen van politiek. Een thema waar ik veel over getwijfeld heb, is stemplicht of stemrecht. Dat is ook een discussie die binnen Groen regelmatig wordt gevoerd. Ik kies toch voor stemrecht. Net waarom? Omdat het dan... Het volstaat niet meer om de minst slechte keuze te zijn. Je moet mensen overtuigen, niet alleen van je project, maar ook van het feit dat het nuttig is om te gaan stemmen. Dat het nuttig is om buiten te komen die zondag. En dus die dingen hangen wel... die 75 dingen hangen wel samen. En die liefde voor politiek is zeker een rode draad. Ja. Ik zei daarnet, voor we op het podium gingen, mensen vergelijken je vaak met een voetballer. Als ik je zou met een voetballer moeten vergelijken, we zijn hier in Mechelen, Graeme Rutjes, ik weet niet of mensen hem kennen, een nijdige verdediger. Oh. Zit toch een beetje in jou. Op het einde van je boek stond er, de meeste van mijn collega's komen ook met boeken, maar die komen dan in campagnetijd. Ik doe het nu. Dus dan denk ik van, Christophe, daar zit zo toch iets in, zo doortackelen soms zo. Ik zeg niet altijd alsjeblieft en dankjewel, dat klopt. Ik denk dat dat ook nodig is. Hè. Zeker als je jong bent in de politiek, moet je op je strepen staan. Maar ik probeer ook in het boek duidelijk te maken dat het debat en dat vragenuurtje in Villa Politica, mm-hmm. waar ik soms van begrijp dat mensen daarop afhaken, dat gaat wel ergens over. Mm-hmm. Als ik mij kwaad maak op de tribune, is dat omdat ik ergens echt kwaad over ben. En dus ik ben misschien... Ik zeg af en toe ook wel eens een zinnetje te veel, ook zowel in het parlement als in partijvergaderingen. Maar altijd wel met goede bedoelingen en het conflict is altijd in functie om dingen in beweging te krijgen. En het klopt ook dat de meeste boeken in campagnetijd verschijnen, denk ik. Dan dacht ik meteen, maar Christophe is eigenlijk gewoon permanent in campagne. Dus, Goed, we gaan ons panel erbij roepen. Siam El Kaoukibi, Dave Sinardin... En Beatrice Delvaux. Zet jullie. Goed. Welkom. Jullie hebben alle drie het boek van Christophe in primeur kunnen lezen. Hij heeft zelf 20 minuten een podium gekregen, dus ik wil het eigenlijk zoveel mogelijk aan jullie laten en hem een beetje het vuur aan de schenen leggen. Ik weet niet wie hier zin heeft om de spits af te bijten. We hebben een ex-professor, heb ik gelezen, en je was er telkens bij, Dave, op de cruciale momenten in het leven van Christophe. Misschien moet je... Ja, ik heb hem gezegd dat als zijn eerste zoon of dochter geboren wordt, ja, dat misschien ook, maar... Wat onthoud jij? Laten we het voorlopig houden op cruciale momenten uit de professionele sfeer. Ja. Hoewel misschien zijn examen politieke sociologie nu niet echt als een hoogtepunt is. Ja, kunnen we daar meer over weten als student? Laten we zeggen dat hij geluk had met de vragen. Christophe drinkt nu tactisch zijn glas. Ja, dat is heel lang geleden. Ik ben dat eigenlijk vergeten. Ja. Nee, maar de cursus ben ik helemaal niet vergeten. Maar... Voilà. Nee, misschien... Blij dat te horen. Ja. Ja. Maar even concreet, er zitten een pak elementen in voor hervorming van het parlement. Het laatste hoofdstuk. Een pak radicale dingen ook. Hè, waar je zegt van parlementsleden die niet naar commissies komen, gewoon minder loon. Wat is jouw mening daarover? Is dat realistisch wat daarin staat? Heb je het dan specifiek over die voorstellen? Of ja, een aantal hervormingen. De werking van parlement. Ja. En eigenlijk, want je zei het zelf, Siegfried Bracke... getwijfeld of hij wel in de slideshow mocht. Mm. Maar wordt daar ook heel persoonlijk op aangesproken, op die documenten die je niet kan vrijgeven? Ja, dat is natuurlijk het dossier politieke ethiek. En dat heeft natuurlijk ook te maken met belangen van partijen. En dat maakt dat het niet altijd even gemakkelijk is om daar dingen in te veranderen. Maar ik denk wel dat daar een heel groot draagvlak bestaat bij de bevolking. Hè. Het is natuurlijk ook zelfs iets dat je iets wat populistisch zou kunnen verdedigen.
En ja, dat zijn dingen die altijd wel iets gemakkelijker zijn. Maar los daarvan denk ik dat dat ook wel terecht is. Zeker in tijden van besparingen lijkt het mij evident dat de bevolking ook verwacht van politici dat zij zuinig omspringen met de overheidsmiddelen en dat ook als zij vergoed worden om een parlementaire opdracht te vervullen, dat ze dat dan ook doen. Hè. Dus in die zin is dat ook, denk ik, puur in het debat zijn dat voorstellen waar we denk ik weinig politici van gaan zeggen van nee, wij zijn daar tegen. Ze dan effectief goedgekeurd krijgen, dat is natuurlijk een ander paar mouwen. Maar ik denk als je dat een beetje behendig doet, dat je daar wel vooruitgang in kan boeken. Daar is trouwens ook al wel wat vooruitgang in geboekt, onder meer ook in het kader van de zesde staatshervorming is er toch een weliswaar misschien niet al te lijvig hoofdstukje politieke ethiek binnengeslopen. Ja. Wat je daarnet zei van overbodige mandaten of dingen die er te veel aan zijn. Goed voorbeeld is de Senaat. Als ik het goed gelezen heb, Christophe, dan schaf je meteen ook nog de provincies en de intercommunales in één beweging af. Ik dacht, amai, uw partijgenoten gaan tevreden zijn. Of degene die daar zetelen tenminste. Maar het is wel zo'n typisch monster van Loch Ness, die Senaat. Je krijgt dat niet afgeschaft, hè? Nee, al zit je bij de Senaat toch ook... daar zie je toch ook evoluties de voorbije jaren. Hè? Je zit nu al met een Senaat die geen rechtstreeks verkozen meer telt. Die qua bevoegdheden eigenlijk niet meer heel veel te zeggen heeft. Hè? In die zin... ik kan dat op twee manieren bekijken. Hè? Dus de Senaat is veel minder belangrijk geworden. Aan de andere kant kan je dan afvragen van ja, waarom blijft dat ding nog... wordt dat ding nog in stand gehouden? Hè? Dus het hangt een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Aangezien er zo weinig bevoegdheden zijn en aangezien het volgens mij ook in ons federaal systeem niet zo heel veel zin heeft om een senaat van de deelgebieden te hebben. Want eigenlijk in andere federale staten heb je dat wel. Hè, dus het is op zich niet onlogisch dat je een senaat hebt die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de deelgebieden. Maar aangezien dat wij eigenlijk dat wij toch redelijk uniek zijn op een aantal punten. We hebben al de taalgroepen in de Kamer. Dus dat is eigenlijk al een soort vertegenwoordiging van de taalgroepen dan. Ja, en omdat we ook gespitste partijen hebben, vertegenwoordigen die ook al eigenlijk voor een groot stuk hun gemeenschap. Dus in die zin is de vraag wat die Senaat daar nog kan toe bijdragen. Is het echt zo dat bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de VLD in de Senaat, die dan eigenlijk ook de vertegenwoordiger is van de deelgebieden, dat die een heel ander standpunt gaat innemen dan zijn collega of haar collega van de Kamer? Ik denk het niet, hè, ook omdat we natuurlijk toch ook voor een groot stuk in een particratie leven, dat de belangrijke beslissingen ook op het niveau van partijen worden gemaakt. Dus in die zin denk ik dat die Senaat effectief niet meer zoveel toekomst heeft. Ik denk trouwens ook dat... ik heb dat in een column ook geschreven, 2 weken geleden, maar dat is een beetje onopgemerkt voorbij gegaan. Maar, behalve bij een aantal mensen die mij dan zo sms'en sturen, van u bent precies wel goed ingelicht. Ik kan mij inbeelden dat de Senaat, als we dan toch zoeken naar scenario's voor 2019, dat nog wel een van de dossiers is waar wel eens beweging in zou kunnen komen. Bepaalde puzzelstukjes in elkaar te doen. Zeg, je zei daarnet, die partijen zijn over de taalgrenzen heen gesplitst. Christophe stelt eigenlijk voor, of misschien moet je het zelf maar toelichten, om dat terug bijeen te gooien als ik het goed lees. Of minstens aan te moedigen. Ja, jullie zijn het enige voorbeeld van een federale fractie, maar zouden anderen dat dan ook moeten doen? Het is geen pleidooi voor gedwongen huwelijken, maar het is wel een pleidooi voor meer samenwerking. En ik denk dat ook de liberale familie en de socialistische familie in principe de mogelijkheden heeft om samen te werken. En ik zou dit boek nooit hebben kunnen schrijven als ik niet in een ecologroen fractie zou functioneren. Waarom niet? Omdat, en dat is geen verwijt naar collega's die in een andere assemblée zitten, het is net door in die federale context te zitten, het is net door die samenwerking elke dag te proeven, vorm te geven, dat je één, met veel meer overtuiging, een aantal clichés over de zogenaamde Vlaamse grondstroof kan tackelen. En twee, dat je ook de vrucht van die samenwerking veel meer kan proeven. En dat je bijvoorbeeld ook gewoon al eens af en toe de moeite doet om een zwaar te lezen, wat denk ik voor heel veel Vlaamse collega's nog nooit gebeurd is. Er zitten een pak voorstellen in over taal en over de Belgitude, zoals je het zelf noemt. Beatrice, is hij de redder van België? Toen ik dit hoofdstuk over de België heb gelezen, heb ik eerst veel plezier gehad, omdat het was zo
veel wat ik dacht, wat Le Soir heeft gedurende jaren geschreven. Maar plots ben ik een beetje in een depressie geraakt. Omdat... Oei, bij het lezen van zijn boek. Ja. Dat was niet de bedoeling. Okay. Nee, maar niet omdat ik dacht niet over u, maar over mezelf. Omdat ik... Ik was plots bijna overtuigd dat... Ik dacht jaren geleden dat al uw voorstellen noodzakelijk waren. Dat het kan gebeuren. Ik heb over de kieskring geschreven. Ik heb voor de kieskring, de federale kieskring, gepleit. Ik heb voor de tweetaligheid bij de Franstaligen gepleit. Elke keer dat ik spreek aan een Franstalige audience, zeg ik tegen die mensen... Als jullie zeggen dat jullie niet separatistisch zijn tegen de onafhankelijkheid van België zijn, dan moeten jullie de proef daarvan tonen en dan moeten jullie Nederlands leren en Nederlands spreken. Dus dat heb ik gezegd, geschreven, maar nu, of ik ben verouderd en dan was de oorzaak van mijn depressie, of was ik te cynisch geworden en dan was ik nog meer depressed, omdat het was een slecht nieuws. Omdat ik dacht niet dat ik zo ver was geraken, dat ik niet meer misschien geloof dat wat u schrijft mogelijk is. En ik begon een beetje uw lijnen te lezen als een beetje te naïef waren. Dus het was tot mijn eigen verbazing. En ik zal u een beetje misschien verklaren waarom. Dat tegelijkertijd, ik was uw boek aan het lezen en ik besefte dat niemand in de Vlaamse perswereld schreef vorige week over Flagey. Wat gebeurt in Flagey? Niemand was geïnteresseerd. Zelf toen wij de scoop hadden in Le Soir, maar zelf als de persconferentie gebeurt. Geen Vlaamse krant heeft een interesse getoond voor een gezamenlijke interview die voorgesteld was door mevrouw Milquet en meneer Gats. En dat gezamenlijke interview was een beetje raar, een rare gebeurtenis. En die twee ministers probeerden in een moeilijke omstandigheden, Gats met N-VA-ministers in zijn regering en met mensen rond hem die misschien niet hetzelfde denken of meer aan Ruisbroek denken dan aan Brussel. En ze proberen samen een voorstel te maken over gezamenlijke dingen, Vlaamse personen, Franstalige personen, Vlaamse cultuur, Franstalige cultuur, zelfs in Brussel. Als we organiseren iets in Brussel, zijn er niet zoveel Vlamingen die komen. En er zijn geen Vlaamse kranten die daarmee een interesse hebben. Waarom? Omdat ze niet genoeg klanten die komen om dat bij te wonen. Dus ik vraag me af, en ik schrijf een column in Le Soir. Ik schrijf in de Standaard, maar ik schrijf een column in Le Soir elke week over Vlaanderen. Ik denk dat ik was de eerste die over u heb geschreven en over uw column over de Rode Duivels. Ik hang nog altijd in mijn bureau. Ja. Maar over de Rode Duivels. Omdat misschien zei u iets dat mij raakte, dat ik interessant vond. Dat ik wil tonen tot de Franstaligen dat er waren Vlamingen die ook een andere discours-speech hadden. Maar nu ben ik zo ver geraakt dat ik erin niet meer geloofde. En ik zal u zeggen, u bent Christophe. Stop ermee, u bent te naïef, het zal nooit lukken. Oh. Is dat te laat, Christophe? Okay. Ja, repliek. Ik ben het daar niet mee eens. Ik begrijp waarom dat Beatrice in haar pogingen om bruggen te bouwen tussen Nederlandstalige en Franstalige publieke opinie en media, dat als dat niet meteen kleeft en dat dat vermoeiend is. Maar waarom ik wel vertrouwen heb in de ideeën van het boek en de centrale gedachte van het boek, is omdat het ergens op gebaseerd is. Omdat het één voor één, voor de mensen die het boek misschien zullen kopen in de zaal, een aantal N-VA-clichés onderuit haalt. Met name bijvoorbeeld, mensen voelen zich in de eerste plaats Belg, ook in Vlaanderen. Men stemt niet communautair. Er is geen Vlaams- en Franstalig front als het gaat over communautaire dossiers. En communautair is voor mensen niet belangrijk. Dus in de samenleving speelt er iets helemaal anders af dan in de wedstrijd. En dus mijn ambitie is niet om mijn collega's te overtuigen van dit verhaal over België. Mijn ambitie is om mensen in deze samenleving daar nog meer van te overtuigen. En een stem te geven aan eigenlijk iets wat al een realiteit is, en dat is die Belgitude. Dus ik ben daar redelijk hoopvol over. En ik denk bijvoorbeeld dat Beatrice 100% gelijk heeft dat Vlaanderen veel meer van Brussel moet houden. Een van de voorstellen die het net niet gehaald heeft, is het feit dat TV Brussel eigenlijk door iedereen zou moeten kunnen gepakt worden. Dat iedereen TV Brussel zou moeten kunnen kijken. Dat er misschien zelfs één kanaal moet komen over de Brusselse media. Tweetalig. En dat dat in heel het land moet uitgezonden worden.
En dus het begin in elk geval om die dingen in beweging te krijgen, is het te vertellen. De voorbije jaren is dat in Vlaanderen taboe geweest in de Vlaamse politiek. Ik merk dat dat heel gevoelig ligt. En mijn Twitter-account heeft heel veel succes vandaag bij het Zwart-Geel Leger. En ik zeg tegen hen, zij die meekijken, ik ga dat blijven doen. Ik ga dat blijven doen. Dus Hendrik Feijen mag zeker zijn, ik ga dat verhaal blijven vertellen. En dat is vooral een verhaal waarin je niet meer gedwongen wordt om de keuze te maken tussen Vlaming en België. Want ik voel mij ook Vlaming. Ik heb heel veel respect voor de Vlaamse beweging. Dave, deel jij het pessimisme? Of sta je toch eerder aan Christophe zijn kant als je die voorstel allemaal leest en denkt, het is maakbaar of net niet? Ik vind inderdaad dat Beatrice toch misschien net iets te pessimistisch is als ik dit hoor. Trouwens, het verhaal van Flagey zegt misschien meer over de verhouding tussen Vlaanderen en Brussel dan over Vlaanderen en Wallonië of de Franstalige gemeenschap. Want dat is denk ik ook een vaststelling die we moeten maken. Zeker het desinteresse toch van Vlaamse media voor Brussel, ondanks dat het officieel de hoofdstad is en dat daar ook een lange strijd onder meer door de Vlaamse beweging voor is gevoerd. Maar ik ben minder pessimistisch omdat ik toch ook een aantal tendensen in de andere richting zie. Voor ik dan de eer had om les te kunnen geven aan studenten als Christophe, heb ik dus een doctoraat moeten maken. En dat doctoraat ging over de rol van de media in de communautaire problematiek. En onder meer heb ik gekeken hoe dat dossier BHV op de VRT en op de RTBF, hoe dat dat daarover bericht is en gedebatteerd is en zo verder. En dat doctoraat bleek heel sterk dat het echt wel twee gescheiden werelden zijn in de media. Hè. Dat je rond BHV bijvoorbeeld ook alleen aan Vlaamse kant alleen maar debatten onder Vlamingen zag, aan Franstalige kant debatten onder Franstaligen. Dat je eigenlijk ook ten gronde een ander verhaal kreeg. Hè. Dat dus eigenlijk de media mee, in plaats van debatten mogelijk te maken, waarbij dat je het Vlaamse standpunt en het Franstalige standpunt zou kunnen horen als kijker en daar een mening over kunnen vormen. Dat die media eerder de politieke consensus in hun eigen gemeenschap versterkte. Ik kan niet zeggen dat dat volledig veranderd is. Ik denk dat die basisdynamiek nog altijd wel voor een groot stuk dezelfde is. Maar intussen, en ik heb dat zelf ook wel gemerkt, omdat ik intussen zelf ook wel eens optreed in die media en zo, zie je toch wel een zekere toenadering. Het feit dat jij bijvoorbeeld een column schrijft in de Standaard, dat is toch ook een nieuw gegeven. Ik merk ook zeker ook bij Franstalige journalisten, dat ze, het is niet altijd gemakkelijk, maar dat ze debatten organiseren, zeker over federale thema's, dat ze heel veel moeite doen om dat ook Vlamingen bij te hebben. Dat is een reflex die er vroeger veel minder was. En dan is het vaak het probleem natuurlijk om die Vlamingen te vinden. En dan komen ze bijvoorbeeld heel dikwijls uit bij meneer Van Rompuy, die het goede voorbeeld toont als CD&V om dan effectief naar die debatten te gaan. Of dan komen ze bij mij uit als Vlaamse politicoloog. En ik vind het ook belangrijk om dat dan te doen. Enfin, ik zie daar toch een aantal evoluties in de andere richting. Een ander verhaal is federale kieskring. Ook een voorstel in het boek van Christophe. Een voorstel dat ik zelf ook mee heb naar voren gebracht samen met een heel aantal andere collega's politicologen. 10 jaar geleden, herinner ik mij, als ik daarover sprak op een debat of zo, federale kieskring, dan bekeek men u echt als een soort wereldvreemde figuur die niks begreep van de realiteit van de politiek. Intussen, dat voorstel is er nog altijd niet, maar je ziet toch, de liberalen zijn daarvoor aan beide kanten van de taalgrens, de groenen intussen ook al een tijdje. De PS onder Di Rupo heeft het op dat moment terug in zijn programma gezet, maar ik denk dat ze nu daar weer terug een andere mening over hebben. Maar goed, je ziet toch dat ik heb dat wel op 10 jaar tijd sterk zien evolueren. In het begin was dat echt een soort een krankzinnig idee dat wereldvreemd was, dat echt iets was voor een academicus in een ivoren toren. Maar intussen hebben we daar een commissie gehad, een hearing gehad in het parlement, in de Kamer vorig jaar, waar ik ook zelf heb gesproken, samen met een aantal andere collega's. Enfin, het is iets dat er zeker nu nog niet gaat komen, maar dat wel evolueert in een bepaalde richting. Ik heb een vraag tot Christophe. Denkt u dat er stemmen zijn dat u kan binnenhalen met dat verhaal over Belgitude? Omdat het was de meest geschreven over de laatste dagen. Ja. U gaat frontaal tegenover N-VA, oké. Maar is het genoeg, of is het iets dat kan een beetje, dat kan van u iets merkwaardig maken, of bizar of raar, maar kan het efficiënt zijn qua stemmen halen? Ik denk dat het hele boek, waarvan uiteindelijk het communautaire maar één van de 5 hoofdstukken is, potentieel heeft om veel mensen te overtuigen. Als ik de toets maak van, is iets vandaag of morgen realiseerbaar, dan is het ook in het achterhoofd van, heeft dit maatschappelijk draagvlak? Dus ook het communautaire hoofdstuk
heeft draagvlak. En dat toont ook die academische studies aan waar ik naar verwijs. Alleen is het heel vreemd dat Dave en Swingedouw en dergelijke meer die studies publiceren. En eigenlijk die grondstroom die er is, die niet Belgisch nationalistisch is, die niet Belgicistisch is. Ik ben geen Belgicist, ik heb een hekel aan die koekendoos van de Royals. En 20 juli, ik ben daar één keer naartoe geweest, was ongelooflijk saai. Dus ik heb daar geen enkele affiniteit mee. Maar dat mensen zich gewoon spontaan in het buitenland voorstellen, ik ben Belg. En eigenlijk helemaal niet warm worden van een politiek van conflict. Ik denk dat eigenlijk in Vlaanderen redelijk wat mensen kan overtuigen. En ik krijg ook van de voorbije dagen in de twee richtingen heel veel reacties. Dus ik krijg zo van AVV, VVK, jij Catalaanse verrader. En dan hebben we ook de BUB, die nu denkt dat ik plots voorzitter wil worden van de Belgisch-Socialistische Partij. Dat is niet zo. Maar gewoon ook mensen, en dat is het belangrijkste, die zeggen van, ja, dat is voor mij common sense. Dat is hoe ik mijn identiteit in dit land beleef. En dat is een beetje Vlaams, dat is een beetje Belgisch, dat is wat voetballer, okay. Dat is wat politicoloog. Ja, okay, ik zou voorstellen, tenzij jij nog iets wat zeggen over het communautaire. Ik heb dat hoofdstuk gemist. Christophe. De laatste twee dagen. We waren er vanaf en nu haal jij dat weer allemaal uit de kast. Dacht ik maar goed, nee. Nee, iets helemaal anders. Ik hoorde jou, want je hebt een stevig media-offensief ingezet de laatste dagen. Ik hoorde jou, denk ik, op de radio. Hij was, typisch zoals Christophe Calvez, hij was al ministerposten aan het uitdelen. Leg eens uit, wat was je plan? Nee, geen ministerposten uitdelen, maar ik breek in het boek, dat is een tussentitel, met een knipoog, een lans voor een minister van Urban Culture. Niet voor de bevoegdheid, maar wel voor een minister die dat vastpakt. En ik denk dat op dit moment daar ook een opportuniteit is. Eén, maatschappelijk, superdiversiteit, jonge mensen die een podium verdienen. Maar ook Sven Gats die en jeugd heeft, en cultuur heeft, en Brussel heeft. En ik ben feestenvoorzitter in deze stad. Dat is heel plezant, dat is een uit de hand gelopen hobby. De realisatie waar ik het meest trots op ben, is Visop, is het feit dat wij onze podia de voorbije jaren meer hebben verkleurd. Dat we niet gezegd hebben, jij treedt op in het allochtone jeugdhuis. Nee, maar jij treedt op op de vismarkt. En dus vandaar het pleidooi voor de minister van Urban Culture. Voilà. Maar, is dat een goed idee, Sian? Ik vind het heel fijn dat je bloemkes gooit naar Urban Culture. Ik weet dat Mechelen enorm zijn best doet om Antwerpen toch een beetje bij te benen daarin. Ik ga straks wat geld vragen aan de zomers, want ik kan dat liever dragen dat er over Antwerpen gesproken wordt op die manier. We gaan het over België hebben. Nee, ik denk... ik ben inderdaad 7 jaar geleden begonnen met Let's Go Urban. Ik denk dat dat een beetje de lans was voor... Urban culture, wat heel breed is natuurlijk. Urban culture gaat niet over diversiteit. Het is divers, absoluut. Maar het gaat over mensen en mensen met talent, mensen met potentieel. Mensen die mee zijn met ons land in verandering. Een maatschappij in verandering dat heel snel gaat. En heel veel van die uitdagingen komen daar nu eenmaal mee naar voren. Ook in jouw boek, ook in het mijne. Ik denk dat we een paar dingen gemeen hebben. Hè. Jij zegt oké, optimisme, pessimisme, possibilisme. Ja? Moeilijk woord. Straks moet iedereen dat oefenen bij het buiten gaan. De dingen die daar gemeen zijn. Ik ben een kritische optimist. Hè. Maar zeker en vast iemand die gelooft in hoop. En ik denk dat ook een beetje dat vertaalt. Nu, om meteen te gaan naar de minister van Urban Culture, dat betekent ook dat we dat een beetje meer en meer gaan schuiven naar politiek. Terwijl ik juist het mooie vind aan urban culture is dat dat iets is dat van onderuit komt. Er zijn heel veel zaken die van onderuit komen. Ik heb gehoord dat je ook nog wilt gaan ondernemen, dat je echt aan een carrière gaat beginnen binnenkort. Maar het is denk ik heel fijn om van onderuit eigenlijk aan community building te doen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat politici zoals jij eigenlijk echt samen met vele anderen wel kiezen voor die nieuwe generatie. En daar zit urban culture in, daar zitten heel wat jongere culturen in die volgens mij enorm veel vandaag nog onderschat worden. Dat was net trouwens mijn eerste contact denk ik met Bart Somers in 2012. Onderschatting is een vorm van vernedering, was toen mijn slogan daar op het Open VLD-congres. En dat is ook een beetje wat jij zegt hè, met dit verhaal. En ik hou er wel van die pit en van muren slopen en trots zijn op België. Ik denk dat we dat meer moeten zijn. Maar uiteraard, ik heb wel een haat-liefde-relatie met heel onze samenleving en vooral met de maatschappij, ook met Antwerpen, zeker en vast, zoals in elke relatie. Als je van iets houdt, dan heb je daar nu helemaal ook wel wat frictie mee. En ik zie gewoon heel veel zaken vandaag die kwetsend zijn, absoluut. Die heel veel mensen in de steek laten, in de kou laten. En ik denk dat we daar allemaal mee verantwoordelijk
een verantwoordelijkheid in hebben, politiek, ondernemers, onderwijs. Ik vind heel weinig over onderwijs terug in je boek. Elisabeth gaat daar binnenkort een boek over schrijven. Ah, fantastisch. Ik denk dat het heel belangrijk is, omdat dat nog steeds ons meest belangrijkste maatschappelijke bron is. En de reden dat er dan ineens een islamschool komt, of wat dan ook, is niet uit protest of zo, denk ik. Ik ken het verhaal te weinig, maar is meer een spiegel naar ons toe van waarom doen mensen dat? Is er ongelijkheid in ons onderwijs? Waarom krijg ik telefoon van ouders die de taal inderdaad niet genoeg machtig zijn, helaas, die mij zeggen, mijn kind wordt overwezen naar het buitengewoon onderwijs zonder een gefundeerd dossier, omdat ik daar die scholen, die directeurs eigenlijk, ja, moet gaan contacteren om te zeggen, ja, jullie geloven wel in onze kinderen, jullie willen ze wel naar de eindmeet brengen, jullie leggen wel die lat hoog, jullie denken wel dat het possible is voor iedereen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat dat wordt gezien als één project. En dan kom ik eigenlijk op het antwoord op je vraag. Ik geloof wel dat er meer in de politiek moet gebeuren, een minister rond stadsprojecten, waar verschillende actoren eigenlijk in betrokken worden. Wat ook heel stedelijk is en heel urban. Want hij heeft een lange lijst gepubliceerd van voorstellen. Is er één ding dat je zegt van dit vind ik nu echt interessant of dit moet je oppikken, Christophe? Of? Ja, er waren heel veel voorstellen natuurlijk, maar ik ben heel blij dat je bij Meer Wij hebt gefocust op diversiteit, omdat vandaag diversiteit... Ik was wel in de war. Ik dacht van, heeft hij nu de CD&V-slogan? wat is precies? Ik en... Wij. Oké, wij. Wij is... Ja. Waar? Ja, okay, dat is al beter dan de vorige, want die heette Samen is super. Sorry, nee. Waar zaten we nu? Ben ik helemaal in de war met CD&V. Maar over die islamschool, ik ben daar nog kort over geweest in mijn tussenkomst. De reden waarom dat die er komt en waarom dat die plannen worden gemaakt, is net dat hoofddoekenverbod. Mm-hmm. En dus ik zeg in mijn boek heel duidelijk van... Ja, ik ben ongelovig. Ik kan me niet voorstellen dat religie zo belangrijk is... dat ik het een prominente plaats zou geven, zelfs fysiek. Maar ik word gek van een hoofddoekenverbod. Omdat dat heel veel schade aanricht. Omdat dat eigenlijk zorgt voor aparte sportclubs, aparte scholen, aparte jeugdorganisaties. Dus om ontmoetingsplekken te creëren, om scholen te creëren waar kleur is, waar men op voet van gelijkwaardigheid met elkaar spreekt en handelt, heb je veel culturele vrijheid nodig. Ja. Je boek gaat ook uit van eenzelfde soort optimisme als over het Belgitude, als het gaat over de diverse samenleving. Ik vroeg me af, zijn jullie daar even pessimistisch over als Beatrice is over de toekomst van België of niet? En waarom niet? Ja, ik denk dat er heel veel oplossingen zitten in onze diverse samenleving in plaats van dat het een probleem is. Absoluut, er zijn problemen, er zijn uitdagingen, ongekwalificeerde uitstroom, jongerenwerkloosheid, veel te veel jongeren die ons land verlaten om een of ander kalifaat bij te voegen, kinderarmoede. Er zijn heel veel uitdagingen waar wij dagelijks mee worden geconfronteerd, maar ik ben wel nog altijd ik geloof nog altijd dat we enorm, enorm veel potentieel hebben. En waarom geloof ik erin? Omdat ik er gelukkig elke dag mee in contact kom. Honderden jongeren elke week in Antwerpen alleen al, die vanuit hun passie en vanuit hun gedrevenheid naar ons komen, wat hun verhaal ook is, wat hun rugzak ook is, hoe zwaar of hoe licht die ook is. Ik zie dat de toekomstige leerkrachten, ouders, CEO's, COO's, of welke O dat er ook nog is, toekomstige politici en wat dan ook worden. En dan zeg ik, ja, daar moeten we nu in investeren, van jongs af aan, vanaf het moment dat ze de school binnenstappen, totdat ze die school verlaten als echte leiders. Ja. Je ziet, Beatrice, nog veel positivisme. Ja, maar ik denk dat het belangrijk is dat de politici... U hebt gezegd dat het is langs de politici of dat dankzij de politici dat de dingen moeten veranderen. Dat het is heel belangrijk dat nu een positieve speech leeft, verspreid is tegenover de beangstigende uitspraken. De speeches nu zijn te... te zwart, il culpabilise les gens. En we moeten van speech veranderen, we een andere stem horen. Anders zal het meer en meer gebeuren wat er vanavond in Walcourt gebeurt. En het is niet een Vlaams of een Franstalige gebeurtenis. Dat gebeurt aan beide kanten van de taalgrens. Het zijn dezelfde gevoelens dat sommigen proberen een beetje te aanmoedigen. En tegenover de waasheid die zou zijn dat de politici moesten normaal strijden tegenover de angst, tegenover de préjugés en de clichés. Dus dat is heel belangrijk op dat gebied, positief te zijn en een andere taal te spreken, maar luid. Ja, het valt wel op, effectief. Je schrijft een heel boek en dan het communautaire is wel hetgeen wat meest
reactie heeft uitgelokt eigenlijk, hè? Want bijvoorbeeld over de diverse samenleving heb ik eigenlijk weinig gehoord in de media. Ja, maar behalve dan jouw voorstel voor die minister. Er komen nog wel een aantal media-optredens aan, hoop ik. Ah, okay. Zevende dag nog. Nee, maar als ik het goed begrijp, is ook het hoofdstuk dat uiteindelijk naar de media is doorgespeeld, initieel. Dus waar in de standaard was het ook dat hoofdstuk. Dat was misschien ook een bewuste keuze, waar wellicht wel. Maar... Ik had het vermoeden dat het hoofdstuk was dat het meest polemische was. Dus ik had het idee, en dat is denk ik ook vrij goed gelukt, dat het interessant was om dat alvast voor de algemene voorstelling kenbaar te maken. Maar het hoofdstuk rond diversiteit hoop ik wel dat heel veel mensen met aandacht gaan lezen, omdat ik... ik ben niet vies van het woord optimisme, maar het is wel het thema wat ik daarnet ook zei, waar ik hoopvol over ben, maar waar ik tegelijkertijd ook veel over pieker. En de sleutel is daar, denk ik, om de positieve verhalen, de rolmodellen, en ik noem er een aantal in mijn boek, om die een podium te geven en vooral naar die mensen toe onze etnische bril af te gooien. Als Nora in K3 zoek K3 speelt, Sanne kijkt daarnaar, dan is haar moslim zijn een item. En ik zeg ook ja, in mijn boek... Dat werd positief. Ah, dan hebben ze een moslim. Dat is goed, maar ik zeg ook in mijn boek, die wil niet voorlezen uit de Koran, die wil zingen van wat Christel, Karen en Kathleen willen zingen. En dus gooi die etnische bril af. Dat is wat Krul schrijft. Gijs Orijn, een goede studiemedewerker, had mij die suggestie gegeven. Gooi die etnische bril af. Stop met mensen in een hokje te duwen waar ze al lang niet meer toe behoren. Dat zijn Vlamingen, dat zijn Belgen. En als je dat zegt, dan gaan die nog meer verschil maken dan ze vandaag al doen. Ik had nog een heel concrete vraag, maar ik weet niet, want we gaan bijna afronden of het panel of jullie nog vragen hebben voor Christophe na het lezen van zijn boek, of jullie nog dingen wilden afvuren op hem. Wat ik misschien wel miste is het Europese verhaal. Daar vind ik eigenlijk weinig over terug. Nu, zo'n boek moet ook niet standpunt zijn over alle mogelijke politieke kwesties, maar ik denk toch dat vandaag Europa ook wel heel belangrijk is. Als je een politiek wil doen, dus dat vond ik een beetje jammer. En ik denk dat daar ook trouwens wel verbanden kunnen gelegd worden met het Belgische verhaal voor een stuk. En met een aantal voorstellen die in het communautaire hoofdstuk zitten. Dus dat is misschien, dat vond ik misschien ergens een beetje jammer dat die dimensie wel ontbreekt. Volgende boek, Christophe? Of, Ja, een mogelijk antwoord, maar ook een praktische kwestie. Het boek is eigenlijk in redelijk kort tempo gemaakt. Ik wou ook, vanaf het moment dat ik het beslist had om het te maken, moest het er ook liggen. Twee, en dat is een fundamentele reden. Ik wou een boek schrijven over Vlaanderen en België om niet die paraplu van Europa open te trekken. Het is veel gemakkelijker om een boek over Europa te schrijven. Er heeft recent iemand een heel voluntaristisch boek over Europa geschreven. Ik wou een possibilistisch boek maken. Een boek dat gaat over wat je hier en nu in Vlaanderen... Dat is toch pure semantiek. Ik versta dat niet zo goed. Het is best verschil tussen een utopist en een voluntarist. Ik wil die slideshow nog eens afspelen. Voor mij was dat... Het is ook een statement om het alleen over Vlaanderen en België te hebben. Om tegen Michel en Bourgeois te zeggen, je moet niet naar de Europese Commissie kijken. Dit zijn dingen die je al kunt doen. Dit zijn dingen waar maatschappelijk draagvlak voor is. Dit is verandering die binnen handbereik is. Maar er is even gewoon een praktische reden. Ik ben daar redelijk op. Maar het is tegelijkertijd ook wel een statement. Oké, okay, ja. Handig. Een kleine vraag, maar zal het boek in het Frans verteld worden? Of zou u liever... Nu moet hij wel bijna. ...een boek met Jean-Marc Nollet? Zult u misschien een boek met Jean-Marc Nollet schrijven? Maar Jean-Marc die schrijft elke dag boeken. Dat is, graag ook eventueel een live-uitzending op RTBF, ondertitel in het Nederlands, zou ook al tof zijn. Ik ga in elk geval veel op pad met het boek en niet alleen in Vlaanderen. Ik ga ook in Wallonië op pad met een heel duidelijke boodschap. Ik ben dus niet lid van de fanclub van Von Sachsen-Coburg. Ik ben in mijn boek heel kritisch voor de PS, even kritisch als voor de N-VA. Dus ik ga ook in Franstalige parochiezalen en cultuurcentra misschien dingen zeggen die op de tenen trappen, maar ik ga er wel naartoe gaan. Mag ik daar nog één ding over vragen? Dat stond in je boek ook. Eigenlijk, als we in een federaal land leven, moet je niet meer kijken naar taalgroepen in de Kamer om meerderheden te maken. Dat staat er letterlijk in. Ja. Goed, vandaag is dat natuurlijk het geval, hè, enkel en maar aan de Franstalige kant, maar je kan evengoed
Aan de andere kant. Als jouw vrienden van CD&V op een dag zouden beslissen, wij doen eens heel het spel naar linkskantelijk, kan dat even goed? Is dat dan bijvoorbeeld haalbaar voor jou? Een olijfboom met dan zo een kleine Vlaamse minderheid? Ja, het zou in elk geval plezanter zijn dan deze meerderheid. Hè? Het leven van Chris Peters en de techshift zou toch veel gemakkelijker gaan. Maar... Possibilisme voor de CD&V. Maar Erik en ik als wij een regeerakkoord moeten maken, dat zou nog wel goed komen. Ik heb daar trouwens ook... Die vermogens... Hij zegt iets dat het heel goed is, mijn voorstellen. Het is eerder dan strategische overweging, is het ook een statement. Want over deze regering... Helemaal niet strategie, als je kijkt naar deze coalitie. Ja, maar je kunt perfect... Dat is mijn overtuiging. Volgende keer, en dat is geen doel op zich, maar een goed programma schrijven met eventueel een paar Vlamingen tekort, hè, dat is voor mij ondergeschikt aan de inhoud van het regeerakkoord. Maar wat ik interessant vind aan deze... Zit je wel met de PS, hè? Ja, niet per definitie, hè. Niet per definitie. Er is veel mogelijk. En vooral de kiezer gaat daar eerst over beslissen, Wouter. Ja, oké. En wat kan over deze meerderheid? Eigenlijk is dit een uiting van federalisme, deze meerderheid. En is het de confederale onderhandelingsstrategie van Di Rupo in 2014 die deze meerderheid heeft gemaakt? Di Rupo is de vader van deze MR-NVA-regering. Hij zegt daar iets anders over dit weekend in een interview in De Morgen. Ik denk dat inderdaad ook wel iets... ik denk dat inderdaad meneer Van Rompuy daar misschien ook iets over zou kunnen zeggen. Maar ik ben het wel eens, waar ik het wel mee eens mee ben, is... Ik ben eigenlijk een zeer grote voorstander van deze regering Michel. Sterker nog, ik was daar al voorstander van 6 maanden voordat die gevormd is. Want in een ander boek met ook iemand hier in de zaal zit, Bart Somers... En Paul de Grauwen en Verhofstadt hebben ook zijn boek geschreven over federalisme. En daar heb ik al gezegd van, kijk, waarom blijven we toch vasthouden aan die idee dat een federale regering, die geen communautaire agenda heeft, dat die een meerderheid moet hebben in beide taalgroepen. Daar is eigenlijk geen enkele goede reden voor. Meer nog, dat maakt ook dat je altijd regeringen hebt die... Ja, waar partijen in zitten die moeilijk met elkaar verzoenbaar zijn. Goed, nu blijkt natuurlijk ook wel dat eigenlijk de partijen in de huidige regering, zeker aan de Vlaamse kant, niet met elkaar verzoenbaar zijn. Maar goed, ja. Toch al ietsje meer misschien dan de PS en de VLD. Mm. En eigenlijk vind ik dit eigenlijk een heel gezonde situatie. We hebben nu een duidelijk rechtse regering. We hebben een duidelijk linkse oppositie. Dat levert een helder en interessant debat op. Een normaal politiek debat land. Levert inderdaad ook een normaal politiek debat op. Mm. Dus ik denk dat dat een goede zaak is. Als je een staatshervorming wil doen, dan is het natuurlijk normaal, hè, als je de fundamentele evenwichten van het land wil gaan hervormen, dat is trouwens in elk federaal land zo, dat je dan een meerderheid moet hebben in beide taalgroepen of alleszins mechanismen, zodat de verschillende groepen in die federale structuur zich daarin kunnen herkennen. Maar als je puur een socio-economisch beleid wil voeren, ja, doe dat dan toch puur op basis van de standpunten en de programma's van de verschillende partijen op socio-economisch vlak. Dus die regering is denk ik een goede zaak. Maar inderdaad, waarom dat kan natuurlijk in verschillende richtingen. Ja. Het is belangrijk dan om competente ministers te hebben. Dat was punt 76 van mijn boek. Goed. Siam, heb jij nog een vraag voor Christophe? Ik heb geen vraag. Ik denk gewoon... Voor mij ook ter afronding dat we op een keerpunt zijn, een turning point. Ik denk dat Christophe vanuit politiek daar lid van is. We zijn leeftijdsgenoten, generatiegenoten. Ik denk dat politici, sociaal ondernemers, onderwijzers, burgers de handen in elkaar moeten slaan om het possibilisme waar te maken, perspectieven te creëren. En ik denk dat we heel veel in handen hebben, maar ook heel veel in de hand hebben om dat waar te maken. Ik denk dat we allemaal het verschil kunnen maken. Ik denk dat jij daar een mooi voorbeeld van bent. Dus trots als leeftijdsgenoot om Christophe hier te zien, met enorm veel vuur zijn betoog te brengen. Ik kan er alleen maar veel respect voor opbrengen. Dus veel respect, absoluut. Fantastisch. Ik meen mij te herinneren dat Christophe een vat beloofd heeft. Het zijn 2 gratis vaten. Oké, kijk. Dan zou ik graag nog even het panel bedanken. Beatrice, Dave, Siam en uiteraard Christophe Calvo. Dank u wel.